Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. Dit is het bulletin van maandag. Op het laatst SSTV in BW12. Scheveningen Radio heeft er een drukke tijd op zitten. Zoals altijd brengt de jaarwisseling tal van handen in beweging. Hier echter niet met de bedoeling zelf geluk te wensen, maar om de beste wensen voor het nieuwe jaar van anderen over te brengen. Ook nu weer werden tijdens de feestdagen een groot aantal telegrammen verzonden en ontvangen. Dit moderne kuststation, dat met de schepen op alle wereldzeeën in verbinding staat, verwerkte tijdens de kerstdagen ruim 2000 telegrammen en met oudjaar niet minder dan 3500. Ook op andere plaatsen in ons land ratelden de telegraaf- en telexmachines lange slierten gelukwensen. Het personeel van de PTT wordt op die hoogtijdagen uitgebreid met tal van losse krachten. Vele Nederlanders die tijdelijk of voorgoed in de vreemde verblijven, konden dankzij de telegrafie hun familieleden het allerbeste wensen voor 1953. Ook van de andere communicatiemiddelen werd een overvloedig gebruik gemaakt. Met manden vol kwam de nieuwjaarspost op de verschillende postkantoren binnen. Het was een heel werk om al deze goede wensen te sorteren. Ook hier waren er talrijke hulpkrachten die de mannen van Tante Post door de moeilijke tijd heen hielpen. Onder hen vele leerlingen van middelbare scholen. Het stempelen geschiet machinaal in een tempo van 36.000 per uur. Het sorteren van de bundels, brieven en kaarten gaat niet machinaal, maar ook bijzonder snel. Alleen al op het kantoor van het Centraal Station in Amsterdam werden ditmaal bij de jaarwisseling bijna 2 miljoen nieuwjaarswensen verwerkt. De Nederlandse posterijen hebben in samenwerking met de spoorwegen ervoor gezorgd dat de duizenden zakken nieuwjaarspost snel hun weg door het land hebben gevonden. Beide organen hebben op die manier het nieuwe jaar goed ingezet. Tingelingeling. Wie is daar? De zendamateur. Vandaag niets nodig. Ook geen morse QSO? Nee, vandaag dus niks. Jammer. It may sound like John Pritchett is searching for extraterrestrial life, but he is really down to earth. Pritchett is a ham, a commonly used term for an amateur radio operator. He is tuning his radio to talk to people around the globe from his ham shack in California. This is W6JWK, John in Fresno. Pritchett is part of a growing trend that has been around for 100 years. According to the Federal Communications Commission, ham radio licenses are at an all-time high, with over 700,000 licenses in the U.S. It's great. It's a wonderful hobby. Here is an HF transceiver. With one of these radios, we can easily communicate around the world. Manager Luke Ron of Amateur Electronics Supply in Las Vegas says his ham radio business is going steady. I think there's something magical about being able to communicate with people around the world using nothing other than a radio, wireless communications. You don't have to rely on cell phones. While most hams talk to people in far-off places, if you really want to ham it up with some friends, you need to do a fox hunt. This is the radio equivalent to ham combat. Local amateur radio clubs compete to find a hidden transmitter, or what they like to call a fox, using their handmade antennas. They attach a receiver that allows them to search for radio signals that come from the fox. The fox hunting is really fun. It's a lot of fun. The thrill of the chase, the competition being the first to find the transmitter. All you need is a couple hundred bucks to get started and an FCC license to join the craze. Hours after the tsunami, it was ham radio that was on the air, saving lives. When Florida was ripped by hurricanes, the hams were there. In the critical moments after the attack of 9/11, it was the hams who coordinated emergency messages. When disasters strike, the hams are ready. Ham radio works when other communications don't. 7 8 4
5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen.